Voor het eerst zal er in Suriname een entrepreneur en manager van het jaar verkiezing worden gehouden. In dat kader is vandaag een persconferentie gehouden in het Courtyard by Marriott Hotel. De initiatiefnemers van deze verkiezing zijn Ruud Sinkeler van Clip Training & Consultancy en Winston Liefeld. Sinkeler raakte geïnspireerd door de Other Businessman verkiezing die in Nederland wordt gehouden. Volgens de initiatiefnemers is het nodig een soortgelijke competitie in Suriname te organiseren, waarbij ondernemers en managers in de schijnwerpers worden gezet. Sinkeler vertelt hoe het eraan toe ging bij de nominatieronde. Dus die nominatieronde die is begonnen afgelopen maart en die heeft in elke categorie ongeveer 70 nominaties opgeleverd. Dus we keken regelmatig natuurlijk naar het formulier en we dachten van wauw, dit gaat goed voor een eerste keer. Er zijn er best heel veel mensen genomineerd. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan, is de nominatieronde gesloten en zijn we de afgelopen weken heel druk bezig geweest om alle genomineerden na te bellen. We hebben eerst gekeken op de lijst van klopt de nominatie in die zin. Het bleek bijvoorbeeld dat er bepaalde mensen 3, 4 of 5 of zelfs wel meer keer waren genomineerd. Dus uiteindelijk hielden we een lijst van, nou pak een beet, ongeveer 40, 50 mensen over. En die mensen, die genomineerden, die zijn de afgelopen weken allemaal persoonlijk door ons gebeld geworden. Van, goh, ben je op de hoogte van de verkiezing? Je bent genomineerd en voldoe je aan de criteria? Want we hebben bepaalde criteria gesteld van tevoren. En het is belangrijk dat de genomineerden daaraan zullen voldoen. Sinkeler zegt dat er tot en met 26 mei via Facebook gestemd mag worden. Via een automatisch systeem zal de stemming worden bijgehouden, waardoor het publiek dit ook kan volgen. Uit die stemmingsronde volgt de top 3 bij de entrepreneurs en de top 3 bij de managers. En met die top 3 gaan we leuke dingen doen. We gaan video's met ze opnemen. Ze gaan zichzelf presenteren, dus middels die video aan de gemeenschap. En ook dan kan tussen 1 en 16 juni, 16 juni tot en met 12 uur 's middags, dat is de dag van het event, kunnen mensen ook weer online stemmen op die top 3. Ruud Sinkeler van Clip Training en Consultancy. Samen met Winston Liefeld zal zij de Entrepreneur en Manager of the Year verkiezing organiseren. In dat kader is er vanmorgen een persconferentie gehouden in het Courtyard Marriott Hotel.